Blessie, blessie. Goedenavond. Ik groet je in de wonderbare naam van Koning Jezus, mijn lieve broeders en zusters. Ik ben heel kort met een bemoediging hier. Let niet op, mijn video is een beetje donker, maar het gaat meer omtrent de boodschap die ik voor jullie heb. Weet je, wat de Heilige Geest op mijn hart zet. En het gaat meer om de boodschap. God zegt in zijn woord, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. God zegt ook in zijn woord in het Bijbelboek Petrus, als ik het goed heb is het vers 157, zegt hij ook van in je zwakheden zal ik je sterk maken. In je zwakheden zal je zien wat God allemaal voor je kan betekenen. Mijn lieve broeders en zusters, bij deze wil ik je vanavond zeggen, ik weet niet voor wie het is, wie dit nodig heeft. Maar misschien heb je een steen, je hebt een situatie die je niet op de zuivere pad kan zetten met Christus. Of je hebt je verkeer, je struikelt steeds op hetzelfde of je blijft er één keer één cirkel ronddraaien. Vanavond wil ik je bemoedigen. Maak je zwakheden aan God bekend. Maak je zwakheden aan God bekend. Je gaat misschien wel op andere gebieden falen. Kan gebeuren, maar over dezelfde steen zal je nooit meer struikelen. God is daar als je het zegt, toch? En je beleidt het. God ziet wel waardoor je gaat. Maar je moet je mond open doen en het beleiden, zodat hij het weet. Omdat op je tong heb je macht van dood en leven. Daarom wil God heel graag dat we spreken. Dus als je met een situatie zit, geef het aan de Heer. Geef het aan hem. Hij kan het veranderen. Maar hij kan het alleen maar veranderen als jij dat wil. En jij hebt de sleutel daarvoor. Jij weet waarmee je struggle. Jij weet waarmee je te doen hebt. Amen. Dus ga naar de Heer. Maak alles bekend waarmee je dwars zit. Maak alles bekend waarover je steeds blijft struikelen en op dezelfde pad blijft. Amen. Be encouraged. Goedenavond en een gezegende avond verder. Bless you.